Helemaal welkom bij Vlogmas dag 9. Het is nu 1 uur. Ik heb mij ondertussen gewassen. En ik ben deze ochtend heel laat opgestaan. Ik was blijkbaar super moe. Maar nu ga ik beginnen met leren. Ik heb echt heel veel te doen. Super veel te doen eigenlijk. Er komen heel veel deadlines aan. Beetje stress. Maar we gaan er eens aan beginnen gewoon. Hè. De vlogmas van gisteren is ondertussen aan het uploaden. En ik ben op Pinterest inspiratie aan het opdoen voor kapsels. Want ik wil mijn haar laten knippen. Ik zal eventjes laten zien wat voor een haar, of ja, wat voor een kapsel ik graag wil. Op dit moment is mijn haar in een rechte lijn, zeg maar. En ik wil het eerder zoals dit. Dus meer op een punt en een paar laagjes, maar niet te veel laagjes. Ik wil dus laagjes hebben. Dus dat ben ik op dit moment aan het doen. En ik ben nog steeds aan het werken aan business. Het is vandaag echt super koud. Ik heb echt geen zin om naar buiten te gaan. Vandaag eigenlijk een hele dag gewerkt aan een groepswerk. Super veel werk. En ja, ik weet niet waar mijn teamleden zijn. Maar ik ben op dit moment alleen bezig, terwijl de rest er ook aan zou moeten werken. Ik hoop dat die ook nog in gang schieten, want anders wordt dat een probleem, want de deadline is donderdag. Normaal ga ik straks babysitten, maar het kan zijn dat mijn zus dat overneemt van mij, zodat ik thuis kan blijven en nog een beetje kan werken voor school. Dag 9. Waar? Ja, dat is hier. Richard de Duut. Wat is dat? Dat hebben we nog niet gehad, denk ik. Ah, zit! Brave. Alsjeblieft, Riesje. Oh. Kita, je hebt gisteren eentje gehad. Dag 4, dag 5. Wat ik nog doen? Nee, nee, Kita. Dat is voor mensen. Oh, welke pralin is dit? Het is deze misschien aasappel. Oh, dat is een grote. Dat is sowieso een cadeaukaart. Met chocolaatjes. Yay. Ik weet niet welk bedrag dat erop staat. Het is sowieso 5 euro waard. Maar evengoed kan het meer waard zijn. Maar dan moet ik nog. Dat we kunnen alleen in de winkel checken. En dan zitten er nog deze chocolaatjes in. Nu dag 7. Nee, Kita, dat is niet voor u. Kita wil altijd chocola stelen, maar dat mag niet. Dag 8. Dag 8. Waar is... Ah, gevonden. Voilà. Oeh, nu weet ik al. Nee, Kita, dat is niet voor u. En dag 9. Hier. Oeh. Dat is deze pralin. Deze glitterbal is een van mijn favorieten. De dansende of schaatsende pinguïn is ook een favoriet.
Dit sterretje vind ik ook mooi.